ziekteverzuim. Welk bedrijf heeft hier geen last van? Bedrijven doen zoveel mogelijk hun best dit te voorkomen. In de agrarische en groene sector is er echter iets bijzonders aan de hand. Deze sector vergrijst relatief gezien sneller dan andere sectoren en heeft veel fysieke arbeid. Toch is het ziekteverzuim in de agrarische en groene sector al jaren stabiel. Dit is voor een deel te danken aan de inspanningen van SASAS. Zij onderzoeken elk jaar het ziekteverzuim in de agrarische en groene sector. De meeste zieken zijn hooguit 6 weken uit roulatie. Een fractie blijft langer dan een jaar ziek. Het gaat hier dan ook om serieuze klachten. SASAS probeert hier zo goed mogelijk op in te spelen, met verschillende soorten interventies. Het gaat hier om professionele hulp in zowel het eerste als het tweede ziektejaar. En met succes. Ruim de helft knapt hier namelijk door op. De inspanningen van SASAS blijken echt te werken, want het ziekteverzuim in de agrarische en groene sector ligt al jarenlang onder het landelijk gemiddelde. Dit komt door de unieke samenwerking in onze keten, waarbij we preventie, reïntegratie en verzuimbegeleiding samenbrengen, zodat werknemers gezond aan het werk kunnen blijven. Deze goede lijn willen wij natuurlijk doortrekken. Verzuim verminderen en voorkomen, zodat de productie in uw bedrijf kan doorgaan. Dat is onze missie. SASAS helpt werkgevers hun personeel gezond te houden. Kijk voor meer informatie op www.sasas.nl.